Edwin de Graaf, je debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Afgelopen vrijdag vroeg ik hoe zat het met de spanning. Toen had je nog niet zo heel veel last. Hoe ben je vanochtend opgestaan? Nou, eigenlijk wel hetzelfde. Ik ben eigenlijk best wel ontspannen opgestaan en gewoon goed voorbereid richting deze wedstrijd al de gedurende de weken wat we getraind hebben. Dus het plan lag klaar en dan weet je gewoon dat je alles aan hebt gedaan om die jongens zo goed mogelijk voor te bereiden. Dus op zich was die spanning er niet echt. Uiteindelijk moet je Kai de Rooy onder andere missen. Je speelt daardoor echt wel met jonge jongens, moet jonge jongens inbrengen. Kun je dan uiteindelijk trots zijn dat je 2-2 speelt of ben je eigenlijk ergens wel teleurgesteld? Nou, kijk, uiteindelijk als je de wedstrijd gezien hebt, ben je denk ik wel blij met het punt dat je die laat in de wedstrijd nog de 2-2 maakt. Maar ik vond het wel een wedstrijd met twee gezichten, omdat we eigenlijk heel goed begonnen. In de eerste 20, 25 minuten speelden we eigenlijk precies zoals we van tevoren getraind hadden. En, ten opzichte van hoog druk, meteen de bal weer onderscheppen, dat zag er echt goed uit. Ja, maar ook de bezetting op het veld, hè. Dus veel initiatief. Buitenspelers soms aan de binnenkant, tussen de linies in, backs hoog op. En de ene keer aan de binnenkant, dan weer aan de buitenkant. Dus er was veel beweging en dan zag je ook dat VVV geen antwoord op de eerste 20 minuten. Alleen daarna vind ik dat we daarin wat slordiger worden, ook zelf in het voetbal. Hè. Dan komen zij een paar keer in het duel en die winnen ze dan. Dan gaat het publiek erachter staan en dan komen ze weer terug in die wedstrijd. Nou, dan maak je natuurlijk een schitterende vrije trap en dan kantelt de wedstrijd een beetje. En dan zie je de laatste fase van de eerste dat we toch wel weer wat beter in die wedstrijd komen. En probeer je rust aan te geven aan de jongens. Probeer die voorwaarts elke keer weer te creëren wat we de eerste 20 minuten gedaan hebben. Want dan zie je dat die ploeg er heel veel moeite mee heeft. Ja, dat was de tweede helft, was dat veel te mager en veel te wisselvallig. Ja, want ik denk dat de trainer van VVV, Luca, heeft gezegd... jongens, laten Moise al Leeuw vrij en de rest gaan we allemaal 1-op-1 vastzetten. En dan leveren ze de bal vanzelf wel in. Uiteindelijk had jouw ploeg daar niet echt een antwoord op. Nee, dat klopt. Het was duidelijk hè, dat zij Moise vrij lieten. Ik vind alleen dat één moet dan Moise daarin wat sneller de oplossing vinden. Maar dat ligt natuurlijk ook aan de jongens die om hem heen lopen. Dat ze sneller die voorwaarden weer moeten creëren. Dan moet je zorgen dat je loskomt van je tegenstander. Of je moet hem gaan laten vallen op Ralf of Ayuba. En dan zorgen dat je de tweede bal gaat winnen. Dus daarin kunnen wij ook nog zeker stappen maken. Nou, uiteindelijk schakel je om naar een soort van 4-4-2 systeem. Seuntjes kwam een beetje achter Coastyard te spelen. Ging dat beter voor jouw gevoel? We wilden eigenlijk opbouwen met 3 achterin. En dan inderdaad Ralf naast Ayuba en Boris er kort achter. En ging dat beter. Dat ging ook wisselvallig. Alleen uiteindelijk maak je wel de goal. Alleen je geeft daardoor natuurlijk ook heel veel ruimtes weg. Dus als hun dat ook weer goed uitspelen, dan kunnen hun daar natuurlijk ook wat meer kansen uit creëren. Met een beetje geluk win je nog met 2-3. Nou, dat zeg ik. We maken natuurlijk 2-2 en dan valt hij net niet helemaal goed dat we nog binnen kunnen tikken. Dan had het helemaal meegezeten vandaag. Wat zijn nu de belangrijkste punten die je gaat meenemen trainingsweek komende week? Nou ja, sowieso dat we... Ik was over de eerste 20 minuten was ik heel erg tevreden. Nou, dat zijn de voorwaarden die we elke keer moeten creëren. Ja, daar moet je hard voor werken. Dat kost veel energie, want je moet en blijven vrijlopen en blijven bewegen en geconcentreerd blijven in je passing. Maar we hebben wel aangetoond dat we dat goed kunnen. Ja, dat moeten we proberen langer vol te houden. Dus dat is het positieve wat we meenemen. Wat we sowieso beter moeten doen, vind ik, is dat we de organisatie wat langer moeten houden, ook als we de bal niet hebben. En dat vond ik de tweede helft heel matig, want het was op een gegeven moment heel erg groot. Dat heeft natuurlijk ook wel een beetje met de fysieke voorwaarden te maken van de spelers die we op dat moment op het veld hebben staan. Er zijn jongens laat aangesloten, die zijn nog niet fysiek zo sterk dat ze dat misschien 90 minuten kunnen doen. Ja, of misschien ook jongens geïmponeerd die jong zijn, die hier voor de eerste keer wedstrijdminuten opdoen. Nou ja, ook dat. Dat heeft natuurlijk ook wel mee te maken dat jongens natuurlijk voor het eerst in het betaald voetbal in een stadion spelen met publiek. Maar dat is wel een proces die dat duurt eventjes en dat is wat we gaan bespreken deze week. Ja, ze kunnen zich opmaken voor nog meer publiek komende week in het Radverleg. Ja, ik kan niet wachten natuurlijk, dat heb ik al eerder gezegd. Maar volgende week is natuurlijk onze eerste thuiswedstrijd tegen Telstar. Ja, als we dan spelen zoals we de eerste 20, 25 minuten en het publiek gaat er bij ons achter staan, dan kan het wel eens interessant worden. Ik denk dat dat wel gaat werken. Ja, goede formule. Dankjewel. Okay.